En hallo mensen, tof jullie kijken naar weer een nieuwe video op dit kanaal. Het is vandaag een special, zal ik het maar noemen. Want ik denk niet dat ik dit elke dag ga doen, maar het is altijd mogelijk. Ik ben hier vandaag, jullie hebben het al aan de titel gezien. Ik ben hier met een mooi bakkie met Doritos Roulette. En dan denken jullie, zijn dit wel de echte? Is het niet een nepper of een fopper? Nou, ik zou heel eerlijk zeggen, waarom zou ik een fopper pakken? Want als ik jullie zullen het toch al aan me zien als ik daadwerkelijk een beetje op zwel van hitte, zeg maar. Ik zeg al bij, mijn reactie kan mild zijn, dat ik goed tegen warm eten kan. Maar het leek me gewoon leuk. Ik ben er misschien, heeft iedereen het al 10 keer gedaan. Maar ik vind het ook gewoon leuk om te doen. Dus in ieder geval, ik sta hier vandaag bij Lucky Island dus. En dat hadden jullie al gezien, zeg maar. Mijn haar is helemaal fucked up. Maar dat is niet, je kan niet alles perfect hebben. Dus het leek me tof om bij elk Lucky Block dat ik openmaak om een chipje te pakken. En ik zal eerlijk zeggen... Ja, ik zou eerlijk zeggen of ik dan daadwerkelijk een hate heb of niet. En er zit hier echt iets aan verbonden, maar gewoon de reactie van mij. Ik denk dat die wel leuk is, ik weet het niet. Dat zien we vanzelf wel. Ik heb persoonlijk een voorkeur aan een map waar veel mensen zitten. Zoals, nou, kijk, Art. Nou, ik ben Art gejoined. Oké. Ik heb zelf daarvoor de Lucky Blocky, de Lucky Kit heb ik natuurlijk. Met een extra Lucky Block. En om in de stemming te komen, neem ik er alvast eentje. Proost. En veel drinkje naast. Doe wel. Zo. Oh, kut. 1. Ik moet eerst even openen. Oh, shit. Dit is één. Ik moet er zelf vast even eentje eten. Ga weg. Beter en zwaar. Nee. Ga weg. Ik moet even bloksen openen. Ik moet bloksen openen, jongen. Dat is een challenge. Zo, dankjewel. Oké, 1. Komt hij nu aan met een TNT wand. Okay, die gaan we alvast te veel gebruiken. Pam. Oh. Oké, ik zal dus even 2 eten. Oké. Dan pakken we nu de derde. Dit is een dragon bread. Wat doet dit? Oh, cool. Holy shit. Dat is 3. Oké. 1. 2. 3. 4. Oké. Cool. Oh, shit. Nog eentje. Cool. Oké. Je moet er nog eentje nemen. Je moet er... Ga weg! Pas op, hè. Pas op, hè. Oh, kut. Nee. Oké. Is dit Lucky? Ik moet er vast even 2 nemen, trouwens. Oké. Mooie muzieknoot. Ze drinkt erboven, maar ik heb geen blok om te bouwen. Dus dat wordt hem niet. Hoe groot is dit dan? En waar moet ik, waar kan ik dan naartoe? Is er nog iets speciaals in deze map of zo? Zit hier iets onder? Maar het lijkt er wel op. Ik moet even blokjes verzamelen om te bouwen, jongens. Ik voel dat hier ergens iets onder zit. Maar ik kan, als ik ga kijken... Oh, hier liggen wel wat blokjes. Oké, ja. Ja. Ik voel wel iets heets in mijn mond. Zeg ik even erbij. God, het wordt wel heet nu. Oeh. Ah, shit. Het wordt wel goed heet, man. Ik kan wel goed tegen warm eten. Dat zei ik ook al. Ik had hiervoor ook zo'n bakje staan. Ik was zo aan het voorbereiden aan het treffen. Ik had zoiets van... ik neem er gewoon een paar. En voordat ik wist was het hele bakje leeg. Oh, dat was echt heel slecht. Maar ze waren wel lekker. Ik had ook een paar van die pitteren ertussen. Ik had zoiets van... Oh, wat ga ik mezelf aan door hier ook nog eens een video van te maken. Maar ja. Ik heb hier, zoals daarboven is zo'n Lucky Block. Die wil ik met alle plezier even hebben. Oké. We gaan er gewoon een jump map van maken. Ik voel het. Oké. Zo. Ja. Fuck, dit is echt hoog. Hoe ga ik er ooit komen? Oké. Zo. Zo. Ze komen nog eens ergens, hè? Zo.
Oké. Mhm. Kijk. Oké, kijk, heb hem. Hebben. Oeh, het is een... Het is een explosive bow. Ik heb alleen geen arrows. Weet je? Ik doe nog eentje. Omdat ik denk dat het unlucky is, neem ik er twee. Zo. Ha. Oké. Mooi view van de vier. Maar... Ik kan er niet zoveel mee. Wat kan ik hier nog verder doen? Even kijken. Oh. Oeh, ik dacht even dat ik dood ging vallen. Dat had ik echt niet tof gevonden. Had ik echt niet... Ik kan het echt niet kunnen waarderen. Zit er dan ook... Oeh, ik kan hier ook gewoon naar achter. Oh. Had het even eerder gezegd dan. Ik zou even een gat erin blazen. Mijn arrows! Oh, mijn arrows. Oh, explosive bow. Kom op. Oh, ik moet eten hebben. Fuck, ik moet eten hebben. Oh. Ah. Dit was toch een explosive bow? Zie er niet zo gek veel van, zeg maar, jongens. Oh. Ga weg! Weg! Nee! Oh, fuck. Oh, het gaat helemaal fout, dit. Ik kan ook niet rennen of zo? Nee, waarom zouden we dat ook doen? Oké. Ik kan totaal niet rennen. Wapens heb ik nul. Ik kan alleen een beetje iemand opblazen, omdat dat grappig is. Verder kan ik echt niks. Ah, shit. Ik neem er gewoon nog eentje. Oh, moet ik een beetje oppassen? Nee! Ga weg! Nee! Ga weg! Nee! Waar is die man? Nee! Fuck! Ik vind dat ik unlucky ben. En om jullie te plezieren, niet omdat ik het leuk vind of zo, neem ik er nog een. Weet je, we doen er twee. Nou, nog een derde. Ja. Nee, ik moet een beetje mijn handen op blijven vegen, want anders komt het nooit goed. Zo, lief. Die chips is lekker. Maar zo'n bakje dit als ik hier... Zo. Een bakje als ik hier heb staan, dat is wel... Wel killing hoor. Oh, ja. Kijk. En we nemen er nog eentje. Oh. Kun je eens een kist kiezen? 1. 2. Even kijken. 3. 4. Oh, kippen. Kippen zijn goed. Oké. 4. Kut, het wordt nu wel weer goed heet in mijn mond, zeg. Zo. 5. Zit er nog iets hierboven? Ik weet niet, ik heb niet heel veel bijzonders, zeg maar. Nog wel een beetje meer. Oké. Ik heb er dus 5. En? 2. 3. 4. 5. Oh, ik ben weer zichtbaar, fuck. Ga weg! Ik wil niet dood! Nee! Oeh, shield wand. Chill. Bam! Nee! Fuck! Het is moeilijker dan jullie denken hoor. Met zo'n pittig gedoe in je bek. Ik heb mijn bek verbrand, want het doet verschrikkelijk veel pijn. Ik zal jullie geen inkijk geven in mijn mond, want dit doet gewoon pijn en het ziet er niet smakelijk uit, want anders krijg je zo'n warning bordje van pas op. Weet je, die shit hoef ik helemaal niet in mijn video's.
Ik, mijn hele laptop zit onder. Mijn hele bureau zit onder. Mijn mond doet pijn. Mijn gezicht is rood als een tomaat. En ik ben aan het einde van de video. Wat een vooruitzichten. Oh, het is heet, man. Als jullie hebben... Ik denk dat ik, als ik het zo tel... Ik denk dat hier... Ik denk dat ik ongeveer de halve zak erin heb gemikt. Omdat het best een groot bakje is. Dus als je mijn hand houdt... In het bakje... Is het ongeveer... Is het een stukje groter dan je hand... Dan een hand... Nou, mijn handpalm. En mijn handpalm... Ik heb een grote hand. Ik heb echt grote handen. No joke. In ieder geval... Dat is in ieder geval tof. Ik hoop dat jullie van deze video genoten hebben. Doe even een blauw duimpje omhoog. Omdat ik deze challenge heb gedaan. Mijn wangen, dit is helemaal oranje. Ik voel me helemaal niet thuis met oranje. Ja, eigenlijk wel. Ik ben Nederlander. Maar oké. Deal with it. In ieder geval, ik hoop dat jullie ervan genoten hebben. Doe even een blauw duimpje omhoog. Vergeet niet te abonneren en te reageren. En ja, laat even achter als jullie dit tof vinden. En als jullie meer challenges willen zien. En aangezien dat mijn kamer en ik twee dikke lampen op me heb staan. En het hier warm is. En het raam dicht is tegen het geluid. Is die fokt op warm. Zowel binnen mijn lichaam als buiten. In ieder geval bedankt voor het kijken. Zeg ik bedankt voor het kijken. En gedag. Laters en doei.